De eerste van de vier Tiny Forest in Den Helder is geopend. Leerlingen van de tuindorpsschool mochten de eerste bomen planten. We zijn een Tiny Forest aan het planten, samen met leerlingen van drie scholen vandaag. Hier zijn de leerlingen van de tuindorpsschool. Zometeen komen de leerlingen van Villa Kakelbond. En straks komt het Lini College. En we gaan eigenlijk een minibos aanleggen, ter grootte van een tennisbaan. En dat minibos dat groeit eigenlijk binnen een paar jaar tijd flink de hoogte in. En kan ook gebruikt worden als buitenleslokaal. Dus leerlingen gaan ook les krijgen buiten hier in de Tiny Forest. Organiseren jullie dit? Of? Ja, wij organiseren dit samen met de gemeente Den Helder. Vanuit IVN Natuureducatie dus. Maar het gaaf is dat we dit met ontzettend veel partners doen. Dus als je hier om je heen kijkt, zie je de buurt dus actief betrokken. Ook via buurtcentrum Elto en het project Ontmoeting in het Groen. De gemeente is er. Ook vanuit JOG, dus dat zijn jongeren op gezond gewicht in het kader van Groen doet goed eigenlijk. En waarom doen jullie dit? Om bomen te planten voor het milieu, want de bomen worden steeds minder en wij willen helpen met een tiny forest voor in de stad. Nou, wat leuk. En ja, ik hoorde net al dat jij een soort naam hebt bedacht voor een boom. Ja. Wat heb je bedacht? Fantasy of magical, want je boom wordt heel erg hoog en als je dan in de lucht kijkt, dan komen daar dromen uit of zoiets. Waarom doet jullie school hier aan mee? We vinden duurzaamheid heel belangrijk. We vinden natuur heel belangrijk, het klimaat heel belangrijk. En toen dit initiatief voorbij kwam, zag ik het eigenlijk als een kans om ervoor te zorgen dat het echt een onderdeel van het onderwijs gaat worden. Want we krijgen ook straks workshops hoe we buiten les kunnen gaan geven en hoe we gebruik kunnen gaan maken van het Tiny Forest. Om de kinderen dus niet alleen in het lokaal les te geven, maar ook echt mee de natuur in te nemen. Waarom doen jullie dat met basisschoolleerlingen? Omdat het goed is dat we leerlingen en kinderen betrekken bij het milieu en de duurzaamheid en wat daar allemaal bij komt kijken. Is dit het enigste Tiny Forest plekje in Den Helder of komen er nog meer? Nee, de bedoeling is dat er totaal vier van deze kleine bosjes komen in Den Helder. Elke wijk krijgt zijn eigen Tiny Forest. En dat zal het komend jaar zal dat uitgerold worden.